Anthony hier met een nieuwe video en vandaag laat ik een full body thuistraining zien, maar deel 2. Deze is wat meer gevorderd dan de vorige en daar zag je het schema. Die kan je vinden in de beschrijving onderaan de video. En we beginnen bij de eerste oefening. Dit is de reverse lunge. Dat betekent achteruit een stap zetten en dat is voor de bovenbeen, bilspieren en de hamstring. En het is wat moeilijker dan voorwaarts. Je moet het gewicht goed naar achter verplaatsen en nadat je een aantal herhalingen hebt gedaan, moet je hem 15 seconden vasthouden per been. Dus links en rechts. Blijf mooi rechtop. En dat was oefening 1. Gaan we naar oefening 2. Dat is de diamond push-up. En die pak je eigenlijk heel smal vast. En dit doe je voor de triceps en voor de borstspieren. En probeer een mooie rechte plank te zijn. En je hoofd een beetje op te tillen, zodat je niet snel met je hoofd in de grond zit. En dat was de diamond push-up. Gaan we door naar oefening 3. Calf raises voor de kuiten. Hier heb ik 3 verschillende oefeningen achter elkaar. De eerste is de zwaarste, want dan moet je met 1 been je hele gewicht optillen en probeer het op een verhoging, zoals een boek of wat dan ook, wat een klein beetje verhoging hebt, zodat je kan beginnen dat je hak de grond aantikt. Dat maakt de bewegingsuitslag groter. En wat hierna volgt is op je tenen staan en je op je hakken leunen, dat je je tenen omhoog haalt. Dit is ook nog even om die kuiten wat meer kapot te maken. En hier wat explosiviteit wanneer je vermoeid bent, kuitsprongetjes. Deze maken hem helemaal kapot. Gaan we door naar oefening 4. En dit is voor de schouders. Ik doe de voeten op een verhoging. En je zakt door. En je stoot hem uit. En probeer hem dus zo recht mogelijk te maken. Dat je niet je borstspieren gebruikt, maar puur je schouders en je triceps. En dan gaan we naar het volgende. En dit is een hele leuke. Dit is een plank die mensen wel kennen. Alleen je moet wegschuiven met je voeten. En dan weer inschuiven. En dat is natuurlijk het zwaarste gedeelte. Dat omslagmoment. En dit is voor de rugspieren. En natuurlijk voor de buik. Maar je hebt best wel veel steun op je onderrug als je zo ver wegschuift. Dus begin met kleine stapjes uitschuiven. En probeer steeds verder te schuiven. Zo. Gaan we naar de volgende. Dit is een explosieve push-up. En ik heb 3 variaties. Dit is gewoon loslaten met je handen. Gaan we naar klap. Deze kennen de meesten van jullie wel. En de moeilijkste is je borst aantikken. Dit vergt heel veel snelheid. Ja. Dus dit is de allermoeilijkste. Kijk even welke het best bij jou past. En maak je keuze. Zo, zijn we bij de biceps aangekomen. Deze doen we met dumbbells. Dus ik hoop dat je die in huis hebt. En je hebt niet eens hele zware nodig, want wat ik hier doe is, ik pauzeer hem eigenlijk op 2 stukken en ik hou hem op een hamerpositie vast. Nu draai ik ze open en wanneer draai ik ze nou open? Dat is op de helft van de totale herhalingen. Dus ik pauzeer 1, 2, 3 en 1, 2, 3. Dus elke keer 3 stapjes. Dat is de biceps. Gaan we door naar de Superman. Deze is voor de onderrug. En ik laat ook weer 3 verschillende vormen zien. Welke je hier ziet is met de handen langs het lichaam. Nu doe ik ze voor het lichaam. Dat maakt hem natuurlijk iets zwaarder. En gewoon hoog omhoog komen. Hou hem even 2 seconden vast bovenin. En de laatste vorm met armen gestrekt. Dan heb je natuurlijk het meeste gewicht op je bovenlijf. En wordt het stuk zwaarder. En welke je nu ziet is de IUT zwem. Want wat je hier gaat doen is voorover buigen. Je strekt je armen voor je. Daarna haal je ze zijwaarts van het lichaam en dan buig je ze weer en dan strek je ze weer. Dat is 1 herhaling. Dus I, T, U, I, T, U. En je laat hem niet zakken. Dat was wel bij het vorige deel en deze is dus wat zwaarder. En de volgende. Wat ik hier doe is, ik maak hier jumps, oftewel sprongen. En dat doe ik in die uitvalspaspositie. Dus zorg dat je een grote stap van een meter hebt. Het is best wel lastig en wissel snel af. Dit is voor de bovenbenen weer. En dit is een heftige oefening. Maar wat je hier meteen nadoet, zijn hoogtesprongen plus een squat erbij. Dus je springt omhoog en je squat. En deze maakt hem nog even een stuk moeier. En wanneer je niet meer kan, moet je het volgende doen. Dat laat ik nu zien. Tegen de muur aan zitten. In die 90 graden positie. En constant 1 been optillen. Dus 1 been strekken. Dan komt er veel meer gewicht op je. En het maakt het nog een stuk zwaarder. Dus deze 3 achter elkaar is een echte killer. Zijn we bij de buik aangekomen. En wat ik hier laat zien is een V-up. En wat dit eigenlijk is, is gewoon je bovenlichaam en je onderlichaam tegelijk optillen. Dus voor de bovenste buikspieren en voor de onderste buikspieren een 2-in-1. En probeer je tenen aan te tikken. Welke ik nu ga laten zien is een Swiffer.
Lekker dus grond schoonmaken. Nee, gewoon van de ene kant naar de andere kant. Met benen gestrekt. En zorg dat je iets goed vast kan houden, want het is best wel een lastige oefening. En dit is voor de schuine buikspieren. De volgende, dat doen we weer op een handdoek. Dus de tweede oefening met een handdoek vandaag. En wat je hier doet is, eigenlijk schuif je de benen naar je toe. En je hebt een mooie push-up positie die je steeds volhoudt. En na deze moet je meteen de knieën intrekken. En dan maak je de knee-ins. En de laatste oefening alweer. Oefening nummer 14. En dit is je enkel elke keer aantikken. Dus ook weer voor de schuine buikspieren. Je komt een beetje omhoog van je bovenrug. En je probeert zo ver mogelijk aan te tikken. Zie je? Hop, best wel lastig. Dat waren alle oefeningen. Er staat een schema in de beschrijving waar er gewoon in een opgebouwde progressie manier steeds iets zwaarder wordt, zodat je meer resultaat kan maken. En geef de video een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van al mijn video's. En ik zie jullie in de video van zondag.